Het ETZ heeft voor het eerst een meerjarencontract afgesloten met zorgverzekeraar ASR. Voor de jaren 2019 en 2020 krijgt het ziekenhuis meer de kans om op de afdelingen traumatologie en neurochirurgie te profileren. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe behandelingen worden uitgevoerd in het ziekenhuis met als doel een effectievere zorg te verlenen aan Tilburg en omgeving. Het ETZ is erg positief over de nieuwe samenwerking. Ja, als er dan een nieuwe ontwikkeling is waar heel veel belangstelling voor is, dan stijgen de wachtlijsten enorm. En wij doen onze uiterste best om dat in te halen en bij te houden met veel extra behandelingen. Maar dat moet je dan wel kunnen inkopen. En dat is gelukkig zijn er verzekeraars die daarbij actief meedenken en ons dat mogelijk maken. Ondanks de bezuinigingen op de zorg vinden beide partijen het belangrijk dat er aandacht is voor specialisatie. Voor een aantal behandelingen is er zelfs geen omzetplafond afgesproken. Dit betekent dat er geen maximum zit aan het bedrag dat het ETZ van de verzekeraar krijgt. En dat er dus ook geen maximum aantal behandelingen is. Zeker voor deze specifieke zorg, daar is eigenlijk geen discussie over of een patiënt die zorg nodig heeft. Daar is ook heel weinig keuzemogelijkheden voor alternatieven. Dus daar is het heel belangrijk dat er gewoon voldoende aanbod is om die patiënten te helpen. Ook artsen hebben inspraak in de onderhandelingen. Zij weten het beste hoe de behandelingen in elkaar steken. We zijn ook zelf als arts betrokken bij dit soort onderhandelingen. En we kunnen dan ook goed aangeven waarom het zo belangrijk is dat dat toch, ondanks alle bezuinigingen, dit soort dingen door moeten gaan. Het ETZ kijkt uit naar de toekomst en de kansen om meer afspraken te maken met zorgverzekeraars. Hier zijn wel meerdere partijen voor nodig. Plannen zijn er altijd, maar je moet met twee partijen zijn om die verder te brengen. En we merken in ieder geval dat er veel ruimte is om het te bespreken. Alleen om het ook door te zetten en door te vertalen in afspraken, dat lukt niet overal en niet overal even snel.